Ik ga op collectie vandaag. Als we moeten pissen, mama, dan hebben we een potje. Hè. Ik heb een slechte eigenschappen. Ik wou het even hebben over mijn top 3 ergernissen in het verkeer. Mijn haar ziet er scheid uit. Goedemorgen! Goedemorgen! Welkom bij een nieuwe video van mij en Thalisa Poep. Loop. Dat is grappig, hè? Yes. Het is 8:30. We gaan allebei vertrekken. Ja, gotta go. Ja, naar het werk. Okay. Ik ga op collectie vandaag. Dus ik ga jullie waarschijnlijk misschien deze avond nog zien. En anders niet vandaag. Maar samen gaat jullie meenemen. Ja? Ja? Oké. Okay. En wat als ik pas al mee 1 uur terug ben of zo? Ja, dan niet, hè. Ah. Dat is wat ik bedoel. Dan niet zo. Gaat je zo dat terug zijn? Ja, dat weet je toch nooit, hè? Als er vielen is. Als ons vliegtuig vertraging heeft. Ah ja, vliegtuig. Dus ja. Zie maar, heb je een fles bij voor pipi aan te doen? Nee. Ja, niet dat je weer in de file staat en je pipi kunt gaan doen. Hè. Ah ja. Kak. Pak maar safe. Ja, nee, kak ook. Nee. Misschien moet ik dit in de auto leggen. Wat? Een potteke. Hoe, daar kun je kei makkelijk in pissen, hè? Ja. Of pak niet? Dat maar mee. Ja, pak dat maar mee. Mama, ik pak een potje mee. Als we moeten pissen, mama, dan hebben we een potje. Hè. Daarna geef je dat terug voor soep. Voor de soep, ja. Dat is echt. Oké, okay, ik ga vertrekken, want ik ben te laat anders. Hè. Ja, is goed. Oké. Voorzichtig, hè? Ja. Kijk ook, hè. Oké, ik ben onderweg naar het werk. Elke ochtend van Hasselt naar Genk rijden. Dat is op zich niet zo ver. Dat is ongeveer een kwartiertje rijden of zo, denk ik. Maar ik heb een slechte eigenschappen. En dat is dat ik altijd laat ben. Als ik weet dat ik een kwartiertje moet rijden, of gemiddeld, normaal gezien een kwartiertje moet rijden, dan vertrek ik ook juist een kwartier op voorhand. Dus ik pak nooit zo extra tijd om, ja, zeker op tijd te zijn. Of, dat is eigenlijk een slechte eigenschap. Dat is al van vroeger toen ik op school was, ook altijd alles op het laatste moment. En nu heb ik dat nog altijd, dat ik vaak zo overal 5 minuten, 10 minuten te laat kom. En ik krijg dat er niet uit, hè. Ik heb dat al heel mijn leven. Dus dat is niet altijd zo positief, maar ja. Ik doe mijn best om op tijd te komen. En nu, gelijk, nu zit ik op de kleine ring in Hasselt en nu is het weer druk. Ben ik weer aan het aanschuiven. Dus ik ga weer zo kili, juist op tijd zijn. En dan moet ik mijn auto nog eens parkeren, parking vinden, wandelen van de parking naar het werk. Maar ja, op zich maakt het niet zoveel uit, want ik werk gewoon mijn uren en dan kan ik wel verantwoorden, zal ik zeggen. Maar ja, ik wil geen slechte indrukken nalaten te laat komen of zo. Morgens is iedereen wel altijd een beetje cranky, maar ik wou het even hebben over mijn top 3 ergernissen in het verkeer. En ik ben benieuwd als jullie ergernissen dezelfde zijn of als die heel anders zijn, dat wil ik wel eens weten. Maar mijn top 3 is op plaats 3 mensen die te traag rijden. Dus als je 70 mocht rijden, dat je maar 60, 55 gaat rijden, heel op je maxke. Dat kan ik niet tegen, want ik wil dat alles vlot gaat en dat je gewoon aan de toegestane snelheden houdt, want dan houd je het verkeer ook vlot, dan gaat je mensen niet ophouden, dan gaat je geen files veroorzaken enzovoort. Dus dat kan ik al niet tegen. Plaats 2 van mijn ergernissen staat toch wel bijvoorbeeld op een rond punt en mensen die niet knipperen, niet hun pinkers aanzetten. Ik weet dat er een fabeltje, of ja, een naam rondgaat over BMW-rijders dat die geen pinkers hebben. Dat kan al eens gebeuren, maar als ik dat zelf zou doen, dan is dat als er niemand in de buurt van mij is of niemand die daar belang aan heeft, dat ik
pink, dan maakt dat toch niet zoveel uit in mijn ogen. Ah, oké, ik ga dat niet goed praten. Je moet altijd je pink eraan zetten en je regels volgen. Hè? Maar als je dat dan eens op een rondpunt zit en dan iemand anders staat te wachten om op te rijden en jij rijdt af, maar je pinkt niet, ja, hallo. Dat kan ik niet tegen, hè. Ik bedoel, laat dat dan weten dat je afgaat, zodat die persoon kan oprijden, dat die niet onnodig moet staan wachten. Als mensen ophouden, als het niet nodig is, dat haat ik, hè. En dan mijn top 1 ergernis of all time. En jongens, als je dit doet, doe er alsjeblieft iets aan. Maar onnodig links verwijven. Links blijven rijden, maar als jij rechts kunt rijden, rijd dan op het rechtse rijvak. Blijf dan niet onnodig links hangen. Dus noods, als je links moet afslaan, zet dan je linkse pinker aan en hou die aan. Maar niet godgans tijd links blijven hangen, omdat je denkt, ah ja, een kilometer verderop is nog een auto die ik misschien ga voorbij steken als ik nog een half uur tijd heb. Nee, op Mado, kan ik niet tegen. Hè? Ga rechts rijden, laat andere mensen die vlot zijn, laat die links voorbij kunnen steken. Ga niet gelijk een PLO links blijven hangen, want daar kan ik niet tegen. Hè? Tot zover mijn ochtendcrankiness. Ik ben ongeveer bijna wakker. Ik ga zelfs nog een goed koffietje drinken als ik op werk kom. En dan zal het wel meevallen. Maar meestal heb ik wel, ja, niet echt een ochtendhumeur, maar ik ben echt wel... je moet me niet te veel vragen. Dat is niet dat ik slecht gezind ben, echt, maar ik heb geen goesting om... te veel vragen te beantwoorden of te veel actie te ondernemen, want ik wil gewoon 's morgens op mijn gemakje wakker worden, koffietje drinken en dan zal ik wel in gang schieten. Ik ben nu aangekomen op het werk, ik ga parking zoeken en dan zie ik jullie straks terug. Tot straks. Kak weer, amai. Het regent weer keihard. Boah. Ik haat dat, hè. Als er één ding is wat ik haat. Het mag zo koud zijn en zo warm zijn als wat wil, als het maar niet regent. Boah. Dat is echt niet fijn, hè. Mijn werk zit erop. Ik ga voor de rest van de avond ga ik alleen door. Allee, ja. Nee, niet alleen, maar ik bedoel zonder Thalisa doorbrengen, want die zit nog altijd in Parijs. We zijn deze morgen vertrokken om inkopen te gaan doen, samen met Celine. En die gaat pas om 11, 12 uur 's avonds terug zijn. Dus dan zit ik nog wel heel avond alleen. Nee, nee. Ik ga nu naar mijn ouders toe. Ik heb afgesproken dat ik daar nog eens ga een avondje doorbrengen. En eten. Dus dat wil zeggen dat ik zelf niks moet doen. Nee, mama maakt altijd kei lekker eten. En ik ben al... De laatste tijd is het zo druk dat ik vrij weinig ben kunnen gaan. Wat ik heel spijtig vind. Maar oké, dat kan gebeuren, hè. Ik ben na mijn werk vaak nog met andere projecten of zo bezig. Of Tali en ik moeten weggaan. Ja, er is altijd van alles te doen, hè. Dus we zitten niet stil en dan worden er sommige dingen aan de kant geschoven. Dat is een beetje spijtig. Maar ja, oké, vanavond ga ik nog eens fijn naar mijn ouders. Daar eten, een beetje gezellig tv kijken. Eventueel kan ik daar nog wel werken of zo. Maakt niet uit, dan ben ik toch tenminste daar. Dat is ook wel leuk. Ik ben aangekomen bij mijn ouders. En ik besef onderweg dat ik nu al 2 keer vandaag tegen jullie heb zitten klagen. Deze morgen over mijn verkeershaat. En nu daar juist over het weer. Dus even sorry, want ik ben geen negatief. Allee, ik wil geen negatief persoon zijn. Ik wil echt niet de klager zijn. Maar dat komt gewoon, ja, ten eerste. Dat weer. Toch? Je wordt er gewoon een beetje slechtgezind van, vind ik. Allee, ik heb dat toch als het regent en zo grijs en zo grauw is, dat,
dat bevordert niet echt zo goed je motivatie, zal ik maar zeggen. Plus, deze week was weer vrij druk, vrij grote projecten. Veel moeten gedaan krijgen in de avonden buiten mijn fulltime job nog. En dat weegt soms wel een beetje door, maar ik voel dat ik moe ben vandaag en dat ik gewoon eens op tijd mijn bed in moet en een beetje bijslapen. Soms heb ik dat echt nodig, dat er gewoon bijgeslapen moet worden, uitgerust moet worden. Dan voelt je direct al een stuk beter. Maar oké, als er één ding is wat me echt wat beter kan doen voelen, dan is dat ritje maken in de auto. Dus nu ben ik weer helemaal content. Ik heb op mijn gemak naar huis kunnen rijden, mijn muziek kunnen luisteren. Dat zit goed, dat zit gewoon goed. Kan ik zo van genieten, dat ik zelf van mijn auto kan genieten. Een beetje op mijn gemak rijden, mijn muziek luisteren die ik graag hoor. Dat doet me echt veel. Ik heb jullie even geleden laten zien dat ik een module heb aangesloten aan mijn motor. En buiten dat mijn pk's en mijn koppel bevorderd worden, is dit ook een super groot voordeel. Het is verbonden met mijn iPhone. Super handig, want via mijn iPhone Bluetooth module kan ik mijn olietemperaturen meten, wat ik eerst niet zag. Ik heb mijn throttle meten, mijn boost. Dus al mijn gegevens van mijn motor komen nu gewoon rechtstreeks door naar mijn gsm. En kan die hier super makkelijk ophangen. Trouwens, ik heb nogal die vraag gekregen, maar ik heb zo'n magneethoudertje die steekt in mijn cd-speler. Waar ik mijn gsm heel makkelijk kan opzetten. Ik zal nog eens de link in de description box zetten, want veel mensen hebben me er gevraagd waar ik die vandaan heb. Dus kijk zeker in de link waar ik die gevonden heb. Je suis à la maison. Dat is Frans voor ik ben thuis. En ik ben dus benieuwd wie van mijn drie beste vriendjes er aan de deur gaat staan. Hè. Let's see. Hey, Shelly. Hey, Muffy. Hey, Milky. Hier zijn ze alle drie, mijn schatjes. Hey, Mufke. Hey, Milkske. Oh, ligt hier staan. Dag vriendjes. Dag vriendjes. Hey. Dag Shelleke. Ben je gemist? Ja. Melkske. Hey vriend. Ja, ik blij dat ik jullie zie. It's good to be home, hè. Dat vind ik altijd fijn als ik thuis kan komen. Het is leuk om bij mijn ouders te zitten, maar... Het is ook heel fijn om gewoon gezellig thuis te komen en bij mijn drie friends te komen. Die zijn altijd zo blij, hè. Als die iemand mij of Thalisa zien thuiskomen, zijn die altijd super super blij. Dan krijgen die weer aandacht en dan is er volk in huis, want nu is er echt de hele dag niemand geweest. Hè. Ik ben al de hele dag werken en mijn ouders. Thalisa is al de hele dag naar Parijs. Dus ja, zitten ze all alone. Voor de rest van de avond denk ik niet dat ik nog veel ga presteren, want ik ben moe. Maar ik ga wel nog een douche pakken, want mijn haar ziet er scheid uit. Ik heb al goesting om terug naar de kapper te gaan. Ik ga dat toch misschien dit weekend nog doen. Maar ik zit nu zo in een vervelende periode. Hè. We gaan over 2 weken gaan we op vakantie. Dus dat wil zeggen, vlak voor op vakantie gaan, de dag ervoor of 2 dagen ervoor, ga ik sowieso naar de kapper willen gaan. Omdat ik dan een fris koepje wil hebben, hè, als we op vakantie vertrekken. Maar nu moet ik nog 2 weken wachten. Dus dat wil zeggen, als ik 2 weken nu zou wachten om nog naar de kapper te gaan, dan gaan mijn haar veel te lang zijn. Dus ik moet al eigenlijk gewoon nu nog gaan. Oké, ik ga morgen. Ah nee, morgen gaat niet. Ik ga zaterdag naar de kapper. Dit is beslist, ik ga dat ook in de kapper. Show! Ik ben weer helemaal gedoucht.
denk nog een uurtje of zo, dan gaat Thalisa wel thuis zijn ongeveer. Dus ik ga nog even in de zetel met de katjes, denk ik. Maar ik ga het niet lang uit, want ik ben echt moe. Allee, moe. Ik heb slaap nodig, gewoon, merk ik. Dus ik ga zelfs mijn bed in kruipen. Ik ga niet wachten tot Thalisa thuis is, want dan is het 11 uur, half 12 of zo. Dus stil ik eens aan het slapen. Ik ga deze vlog nog editen en dat is al gebeurd. En op tijd mijn bedje in. Trouwens, ik kreeg vandaag en ergens in de loop van deze week nog 2 berichtjes binnen van volgers of volgsters. Super cool. Ik kreeg namelijk vandaag een paar foto's doorgestuurd van de autospots. En mensen die zeggen, hey Sam, dit zijn super goede spots waar je eens moet gaan kijken voor foto's of video's met die auto te maken. Echt super nice, want ik wil binnenkort zeker nog wel eens ergens naartoe gaan. Met eventueel een drone of met, ik weet niet wat. Ik wil eens wat nieuw materiaal testen, misschien zelfs eens een andere auto meepakken, wie weet. Zou het tof zijn. En dan terug wat beeldjes gaan schieten. Dat is weer even geleden. Maar heel fijn dat jullie ook zo'n suggesties geven. Ik heb nu er 2 of 3 keer dat ik al een zo'n berichtje heb gehad via Instagram. Dus moest je zelf ook chique locaties weten of spots hebben voor mij waar ik zeker kan gaan video's maken of foto's gaan maken, stuur me ze dan door. Mocht je mij altijd contacteren op mijn Instagram pagina, stuur me gewoon een DM en dan antwoord ik daar al op. Maar super cool, je mag zeker ook foto's doorsturen als je dat zelf al hebt gemaakt. Maar laat het mij weten, ofwel Insta DM, link in de description, of zet het gewoon hier bij de comments. Aangezien ik niet meer echt ga wachten op Thalisa tot die thuis is, ga ik nu al stilletjes aan de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een beetje hebben kunnen uithouden, want die hebben de hele video naar mijn kop moeten kijken. En niet zoveel van Thalisa gezien, of geen. Ah ja, deze morgen even toch Thalisa gezien. Voor de rest heb je alleen maar naar mij moeten kijken, dus ik hoop dat het een beetje is meegevallen allemaal. Voordat ik ga afsluiten, ga ik nog heel snel een comment of the day voor jullie zoeken. De comment of the day die komt vandaag van Brenda van der Stegen. En Brenda zegt, leuke vlog en zeer herkenbaar met de katjes in de doos. Ik weet niet wat het is met katten en dozen, maar die hebben er een of andere obsessie mee. Ik denk niet dat we de enige zijn, inderdaad. Ik heb het nogal gehoord en je ziet heel vaak zo op YouTube en zo filmpjes van katten die in dozen springen. Maar echt gek, hè? Je moet er geen heel speelgoed gaan kopen en toren. Dan geeft hij gewoon een doos en de katten zijn super content. Die zitten er helemaal aan te springen. En Muffin? Hé, Muffy? Doosjes, hè? Ja, hè? Jij ook? Sheldon komt eraan, hè? Sheldon? Shelly? Hey, katjes. Oh, mijn 3 lieve schatjes. Om een rij. Gaan jullie een kusje geven? Nee, denk het niet. Hey, Shelly. Hey, Muffy. Lievertjes. Mooi lievertjes. Wat zeggen jullie? Dag allemaal. Dag allemaal, tot morgen. Hier is mijn kontje. Dag Muffy. Oké, slaap wel allemaal. Fijn dat jullie gekeken hebben. En wij zien jullie terug morgen.